Hallo, my name is Joe en welkom bij een nieuwe video. En dat is deze keer van een game van Avalanche Studios. Dat zijn de mensen achter de Just Cause games en binnenkort zelfs Rage 2 in samenwerking met id Software. Maar deze keer brengen ze dus nog eerst iets anders uit en dat is Generation Zero, een first-person shooter zoals jullie meteen ook kunnen zien, waarbij het de bedoeling is van een verlaten eiland, zeg maar, te verkennen waar iedereen magisch genoeg verdwenen is en het de bedoeling is van vooral eigenlijk in de eerste plaats te overleven en in de tweede plaats om precies te achterhalen wat er aan de hand is. Hoe start de game precies? Je wordt gedropt of je wordt eigenlijk wakker aan de oevers van het eiland zelf dus. En dat begint dan dus op zo'n kleiner stukje onderaan en dan heb je bovenaan een veel groter deel. We gaan straks die map wel zeker nog eens tonen, die kaart van het spel. En van daaruit eigenlijk is het heel simpel. Het speelt zich af dus in de jaren 80. Dat zie je misschien ook meteen aan de stijl ook van de wagens enzovoort, van de huizen. Van de technologie die aanwezig is. Kijk ook bijvoorbeeld eens naar de visuals hier. Hier zijn ze wel best cool. Dat dynamisch rook-effect, waar dat dan dat licht kan opschijnen enzovoort. Je moet dus eigenlijk beginnen met informatie te verzamelen en erachter te komen waar iedereen naartoe is. Want iedereen is dus wel degelijk magisch genoeg verdwenen. Er is dus iets aan de hand en tot overmaat van ramp zijn er dan ook nog eens overal robots te vinden. Moordzuchtige robots. Ik krijg even een kort overzichtje van alles dat je kan doen. Dus je kan ook wel degelijk je personage customizen en levelen. En de inventory heb ik ook getoond. En hier is dan die map. Kijk, dat is dus het grote eiland en dan daaronder heb je dat kleine zuidelijke eigenlijk waar dat je dan al ettelijke uren sowieso zal beginnen verkennen. En we gaan meteen voor deze video even naar daar gaan, want daar is onze volgende objective terug te vinden. Het is eigenlijk vooral dus de bedoeling van dingen te verzamelen, te overleven. Met dingen te verzamelen bedoel ik natuurlijk wapens, materialen, ammunitie en dan ook nog eens dus die robots zien te overleven. En zo dus gaandeweg proberen achter te komen wat er precies aan de hand is. Hier ga je meteen ook zien wat er precies gebeurt. Dus als je je bukt, dan kan je enigszins nog verschuilen voor die robots. En als je ermee in conflict gaat, dan heb je natuurlijk het risico dat je ook de rest gaat alarmeren. En dan duurt het soms niet lang voordat je echt wordt overspoeld door robots. Dus nu valt het allemaal nog mee. En hier heb ik een schot dat gigantisch afwijkt om een of andere vreemde reden. Voilà, we gaan die meteen ook even looten. Ja, daar zat dus niks in. Maar kijk, voilà, daar heb je al eentje dat dus de voet begint te lopen. Je hebt er 5 of 6 verschillende types. Er zijn dus een klein handvol verschillende soorten van die robots. En je ziet, kijk, voilà, daar heb je al meteen zo'n een heel groepje dat achter mij aankomt. Die je dan gaat proberen van af te maken, want dan kan je die dus ook weer looten voor materialen enzovoort. En dat is de bedoeling eigenlijk. Het is dus eigenlijk een heel oppervlakkige game in zekere zin, want en hier gaat eigenlijk een beetje de sfeer van de video wat omdraaien of beginnen flippen, want de game is op zijn zachtst gezegd niet echt top. Dus we gaan even meteen ook tonen wat er precies ook allemaal zo het probleem is. Dus het is de bedoeling van eigenlijk heel tactisch om te gaan met die verschillende robots natuurlijk, omdat het er soms zoveel zijn en omdat je maar een beperkt aantal medkits ook kan meedragen. Die dan ook nog eigenlijk aanvankelijk niet echt veel healen. Hè. Je kan maar 20 of 30 HP of wat is het eigenlijk echt beginnen te reviven. Of te herstellen. Maar het voelt echt aan als een onafgewerkt spel. In zekere zin. Kijk bijvoorbeeld wat ik straks hier normaal gezien ga proberen. Als dat natuurlijk lukt. Want het werkt bij mij dus helemaal niet. We gaan eerst even zien of we hier zo'n robot kunnen afmaken voor jullie om het even te tonen. Voilà, shotgun erop. En dan nog neergaan. Dus dan gaan we direct reviven. Alle genoeg dat ik een deel van die medkits heb kunnen verzamelen. Een beetje ammo op zijn minst. Maar sommige dingen werken dus gewoon zelfs helemaal niet. Toch niet in mijn PS4 versie. Het kan misschien opgelost zijn als je dat zou herstellen, dus door te verwijderen en helemaal terug te spawnen, maar te downloaden wil ik zeggen. Maar kijk, je ziet, ik heb hier bijvoorbeeld van die emergency flares en van die fireworks en die kan je gebruiken eigenlijk om oftewel hun technologie te verstoren of om ze af te leiden en zelfs radio's, zoals je hier nu ook weer ziet, die ik gewoon vast heb, om dus
die dan te kunnen plaatsen en zo eigenlijk als afleidingsmanoeuvre te kunnen dienen. Maar ik kan ze gewoon dus niet plaatsen of gooien. Ik heb alle knoppen verschillende keren geprobeerd. Een controlschema is er ook gewoon niet in het spel. Volledig niet. Dus, oftewel, ben ik ongelooflijk dom geweest en heb ik een of andere simpele knop of een of andere functie over het hoofd gezien. Maar ik heb werkelijk alles geprobeerd en het werkt gewoon niet. Geen idee wat dat precies aan mij ligt, maar het feit alleen al dat je sommige spullen niet kan gebruiken. Of dat er zelfs gewoon helemaal geen controlschema terug te vinden is in het menu, dat vind ik toch al vrij erbarmelijk. Je kan de game trouwens ook volledig in co-op spelen. En dat gebeurt dan door oftewel je eigen game open te stellen voor andere spelers, of door te joinen in iemand anders hun game. En dan zo dus te beginnen spelen. Waarbij dat eigenlijk degelijk wel werkt, want er zijn geen echte connectieproblemen. Het enige probleem is dat je vaak wel moet zien in welke zin bij wie dat je terechtkomt. Want ik heb het al meegemaakt dat als je gewoon joint, dat je kan terechtkomen als level 2 of 3 speler bij een level 30 speler. En dan zit jij helemaal in het zuiden, want je hebt natuurlijk een heleboel waypoints nog niet unlocked dat zij wel unlocked hebben. En voordat je het weet ben je dan dus aan het zoeken naar hen. En dan moet je dus helemaal naar het noorden lopen, want fast travelen, dat gaat maar tussen bepaalde punten. Met name vooral dus de punten die je eigenlijk zelf moet ontdekken. Dus dat is toch wel ook weer spijtig. Plus je kan ook, ondanks het feit, ik weet dat dat waarschijnlijk een beetje vreemd gaat klinken, maar het feit dat je zelfs andere spelers niet kan muten, als er bijvoorbeeld iemand is met een enorm krakende microfoon, wat ik ook heb meegemaakt en enorm storend overkwam, kan je ook niet muten, dat gaat gewoon helemaal niet. Die functie ontbreekt ook gewoon helemaal. Kijk, hier doe ik het opnieuw, hè. Ik probeer die flares boven te halen, ik gebruik allerlei verschillende knoppen. En je ziet me natuurlijk geen knoppen drukken, maar de vuurknop, de mic-knop, ik zit zelfs te bukken, te springen. Het werkt gewoon niet. Heel spijtig. Maar daarnaast, naast het feit dat het eigenlijk aanvoelt als een soort van alpha-game, zit er ook gewoon heel, heel weinig variatie in. Het wordt heel snel repetitief en dat is een heel groot probleem in veel eigenlijk moderne games, zeg maar. Als je dat bekijkt, vooral dan bij open-world games, hoe eigenlijk heel snel de verveling kan beginnen toeslaan, omdat het allemaal cookie-cutter activiteiten zijn. Cookie cutter objectives ook trouwens, want je hebt gezien die huizen ook. Dat is vaak meestal van ja, ga naar die stad nu, of naar die nederzetting, zoek naar overlevenden. Als je geen overlevenden vindt, ja, dan moet je weer verder gaan, uiteraard naar het volgende. En uiteraard ga je geen overlevenden vinden, want het spel is gewoon zo leeg als iets. Het zijn gewoon nederzettingen, boerderijen, silo's, bunkers en heel veel robots gewoon. Dat is het dan dus eigenlijk. En ja, gaandeweg gewoon blijven overleven en levelen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Het co-op element had het natuurlijk nog veel beter kunnen maken. Maar dat is maar in een zeer beperkte mate. Ik ga trouwens hier straks ook op een heel gepaste manier kunnen tonen. Hier durf ik dus nergens afspringen, want dat is allemaal veel te hoog. En dan ga ik me sowieso te pletter storten. Ik ga straks op een heel gevatte manier meteen tonen waarom dat het zo repetitief is als game. In zaken visuals, in zaken gameplay, alles eigenlijk. Hier gaan we proberen nog zo'n robot neer te halen. Voilà, eentje neergehaald met pistool. Je hebt natuurlijk ook verschillende types ammo, die zijn er ook. Er is trouwens nog zo'n hele grote, we gaan die ook misschien proberen met die neer te halen. Kijk, dat is een iets zwaardere, daar ga je echt wel een grote geschut voor moeten neerhalen. Wat wel een voordeel is, en dat is dat men wel heeft nagedacht over hoe dat die robots in elkaar steken. Want door dus verschillende delen eraf te schieten, ga je ze oftewel kunnen bepaalde functies afnemen. Of je kan ze zelfs gewoon heel snel uitschakelen door op hun zwakke plek te kunnen schieten. Bijvoorbeeld die kleintjes, die hebben van achter zo'n soort van tube geïnstalleerd op hun karkas, enfin, of op hun frame. En op dat geraamte dan. En dan kan je ze zo eigenlijk meteen zelfs uitschakelen. Dus dat helpt allemaal. En hier heb ik juist allemaal ammo dat ik niet kan meedragen, maar we gaan dat op een andere manier oplossen. Door een paar dingen eruit te gooien. En wat dacht je ervan, van een paar dingen eruit te gooien die toch nutteloos zijn, omdat die stomme fucking knoppen niet werken. Kijk, voilà, hier, die radio's, up, weg. Nog een radio misschien weg, die een boombox zullen we houden, de radio mag weg. Zo, up, voilà, allemaal weg, ammo meepakken, want de ammo werkt gelukkig wel. In tegenstelling tot al de rest, bijna in het spel. We gaan het hier meteen trouwens zien, want we gaan dus een silo nu benaderen.
Ik denk dat ik eigenlijk daarmee ver kan afronden, want ik kan jullie gewoon niks meer tonen. Dit is het volledige spel gewoon. Je kan het in co-op spelen. Natuurlijk, dan wordt er gezegd van ja, maar met vrienden is toch veel leuker. Misschien is de game daarvoor ontworpen. Eerlijk gezegd, alles is leuker met vrienden. Eén, dat kan je op alles van toepassing brengen. Zowel goede als slechte games, als ver eigenlijk alle activiteiten, zeg maar, ooit uitgevonden. En twee, dan nog is er eigenlijk bijna niks aan hoor. Want het blijft gewoon hetzelfde systeem. Het enige dat je gaat doen is eigenlijk tezamen afzien en tezamen kruipen doorheen de herhalende gameplay, de herhalende objectives. Want opnieuw, het is echt maar gewoon van ga naar punt A, van punt A naar punt B. Ga daar zoeken voor overlevenden, zoek naar een safe house, zet de stroom aan, zoek naar meer intel over wat er precies gebeurd is op dit eiland in Zweden. En dat is het dan dus ook. Dus, en dat herhaalt zich gewoon. En hier heb je eigenlijk, denk ik, de perfecte notie om mee te eindigen. Zoals je hier kan zien, want kijk, we hebben hier dus gewoon, ja, exact dezelfde layout van het huis waar we ook in het begin van deze video zijn ingegaan. En dat toont dus meteen aan hoe, ja, alles, hoe herhalend alles is, hoe het allemaal eigenlijk zo flats is afgewerkt. Het is een heel spijtige zaak, want dit spel klinkt op papier echt interessant. Had met een jaar of een jaar en een half meer uitwerkingen, meer vormgeving, meer diepgang misschien nog wel echt interessant geweest. Dit had misschien zo, ja, een ruwe diamant kunnen geweest zijn. Hè. Zo eentje waar je zo makkelijk nog een 7 of een 8 op 10 kan opplakken, maar gezien de omstandigheden is Generation Zero meteen ook al duidelijk met welke score er je zou moeten opplakken, bij wijze van spreken natuurlijk. Het is niet allemaal kommer en kwel, maar het had veel, 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 veel beter kunnen zijn. Dus een gemiste kans. En dan, ja, dat is meteen ook al een beetje onrustwekkend voor de volgende game die ze, die ze eigenlijk vergemaakt hebben. Ook al is het in samenwerking met id Software, Rage 2 met een open world game daar. Ik hoop dat die game beter zal zijn dan deze. Ik denk ook dat je niet echt slechter kan gaan dan deze, want dit is wel vrij erbarmelijk. Dus ja, ik zou deze volledig overslaan. Wij gaan dat trouwens ook doen hier in de bunker. Kijk, daar heb je trouwens nog een nieuw soort robot dat we nog niet hebben getoond, zo'n kleintje. Zo'n teek is dat, teek, zeker denk ik, zo heette die. Wij gaan hier stilaan ergens afsluiten, ons in een hoekje zetten en beginnen huilen, want het is dan niet uit angst, het is echt wel uit teleurstelling, omdat het gewoon, ja, zo'n gemiste kans is. Wij gaan deze afsluiten, van onze console gooien, plaatsmaken voor betere games, want dat verdient die PS4 wel. En dan zien we jullie hopelijk in een volgende video terug. Oh,